Je vindt iets niet leuk en je doet die duim naar beneden. Oké, prima. Maar zet er even een reactie erbij van waarom je het niet leuk vindt. Hallo lieve vrienden, een hele, hele goede, liefdevolle, zonovergoten middag gewenst. Ja, want het is weer genieten. Zonnescherm weer naar beneden, ik had de deur open, maar ik wil Gandalf niet naar buiten hebben, want ik moet nog eventjes weer lopen met meisjes. En ik zorg altijd wanneer ik even met ze uitga, dat Gandalf binnen is, anders loopt hij achter mij aan en dat wil ik niet hebben. Nee. Hè? Maar in ieder geval welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinne en de Beestenboel. Want daar zijn jullie aanbeland. Ja, het is genieten met dit prachtige weer. En wat ik ga doen, dat weet ik niet. Nee, ik moet ook nodig gaan editen en renderen en doen. Want ik loop heel erg op achter. Er staat nou nog vandaag één filmpje en morgen een filmpje. En dan zit ik weer zonder. Dus ja, dat moet maar niet. Ik moet er even een stuk of wat maken, zodat ik ook eens een keer een dag inderdaad niks hoef te doen. Maar ik wil eigenlijk ook de meisjes weer laten zwemmen, tenminste Elwing sowieso. Maar dan moet ik dit weer uit. Dus dat doe ik tegen de avonduren, dat het iets koeler wordt. En dan trek ik even wat makkelijkers aan en gewoon een oudere legging. En even mijn laarsjes, want dan ging ik zelf ook het water in, anders ben ik bang dat ik val. Tenminste een klein stukje water in, dat ik Rijkaard desnoods er even in kan gooien. Want ja, jullie weten, die wordt nat en dat wil ze niet. Maar oké, en Elwing springt er zo wel in. Dus ja, we zullen beleven wat de dag ons brengen gaat. Dat zien we dan wel. En dat merken we dan wel. En ik neem jullie gewoon overal in mee. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet en gewoon bij jezelf, met hetgeen wat jij doet, maar ook zeker met wat wij doen en van al mijn andere vloggen die je misschien nog niet hebt gezien. Ja, zoals gisteren, ik heb een surrogaatdochter, heb ik een heleboel filmpjes gestuurd die zij nog niet had gezien over mijn prinsesje Eowyn, mijn poezebeestje, die er helaas niet meer is. Dat wist ze niet eens, dus dat heeft ze niet kunnen volgen op een of andere manier. Dus dat heb ik er een aantal van toegestuurd. Ik zeg, hou je zakdoeken wel bij de hand. Ja, dus ja, want zij kon Eowyn nog en Arwen heeft ze gekend. Wel, dat was een video, maar ze weet het, dat ik die had en Frodo. Mijn hondje. Dus ja, voor een heleboel kijkers die er nou bij komen, kijk, desnoods helemaal naar beneden. Begin daar, dat nog in de prille begin, deed ik het ook allemaal nog fout. Ik had mijn telefoon niet zo, maar zo, ja, weet je, allemaal beginnen foutjes. En dat heb ik nou niet meer. Ja, we maken al fouten, maar op een andere manier, ja. Maar oké, daar leren we van. En als jullie iets zien dat niet goed is en je vindt iets niet leuk en je doet die duim naar beneden, oké, prima. Maar zet er even een reactie erbij van waarom je het niet leuk vindt. Dan kunnen wij daar ook weer van leren. Ja. Maar oké. Doe wat je doen wilt en doe wat je doen moet. Ik ga er ook vandoor. En, oh ja, ik moet ook straks nog een telefoontje plegen. Daar neem ik jullie niet bij mee. Nee. Maar jullie mogen wel weten waarvan. Het is een meneer die bij de krant werkt. Die heeft mij gisteren benaderd. Dus we zullen even afwachten hoe en wat voordat ik de rest vertel. Ja. Dus het komt allemaal goed. Hou gewoon vol goede moed. Doe ik ook. Wees blij, wees vrolijk. Maak je een ander ook heel gelukkig en blij mee. En geef elkaar een knuffel. Ja, dat hebben we allemaal zo hard nodig. Een knuffel. Heb ik gisteren ook nog weer gedaan. Een wildvreemde. Nou, die vrouw had gewoon een knuffel nodig. Punt. Dan doe je dat. Maar ik zou zeggen, geniet. Lieve vrienden, ja, ik heb me omgekleed. Ik heb even een laarsjes aan, een andere legging. Ik ga met de dames lekker naar de oude Rijkswerf. En deze dame sowieso het water in en die andere probeer ik erin te gooien.
Ik kreeg vanmiddag onverwachts visite. Dus ik heb niet hetgene kunnen doen wat ik allemaal wou doen. Ik ben niet eens aan mijn spel toegekomen. Ik ben nergens aan toegekomen. Nee. En ik heb een telefoontje gepleegd als ik er net nog moeten doen. Dat is ook allemaal geregeld en gelukt. En aanstaande woensdag komt de beste man bij me voor een interview. Dus we zullen het afwachten allemaal en beleven. Maar dat komt dan wel. En we gaan nu lekker dus even naar de Oude Rijkswerf. Ja! Er ligt nou een hoop troep in. Allemaal aangespoeld. Gaat nou ook zelf wel wat het water in? Kijk, die zwemt wel. Wat is dat, meisjes? Wat is dat, Rijka? Wat is dat, Elwing? Lekker, hè? Met een klein balletje, oh, heerlijk. Wat ben je dan, Rijka? Ook een beetje naad? Rijka? Rijka? Hey, meisje. En dat is een balk. Ik denk dat je die niet 1, 2, 3 eruit zal krijgen. Hé, hey, wat is dat? Dat is ba. Dat is een plastic zakje, dat is niks. Dat is ook ba. En ba. Allemaal ba, ba. Raar, daar ligt weer meer water dan een keer. Ja, zwemmen! Zwemmen! Wat ben je wel aan het doen? Oh, wat een rotgeluid, hè, meis. Wat een rotgeluid is dat, hè. Gaan er een paar met de fiets over de brug heen. Ja. Nee. Die staat zout water te drinken. Gadverdorie, zeewier. En die is dat. Wat een dorp erin, zeg, baba. Een stokkie. Een stokkie. Thank you.
gooien de mensen ook een hoop troep erin, hè? Want ik zie daar ook een blikje leggen voor frisdrank of zo. Zonde eigenlijk. En wat heet jij? Wat heet jij? Herenstokkie. Lekker ding. Rijka, wat ben je, meisje? Oh, daar. Rijka. Kom maar. Kom maar dan. Kom maar dan. Rijka. Heerlijk. Ze gaat er steeds vaker in, nou. Nog even, hoef ik hier helemaal niet meer in te gooien. Heb ik nou ook nog niet gedaan, dus. Het vrouwtje gaat er even bij zitten. Lijkt me een strak plan. Zo. Oh. Malle meid. Ga zwemmen, Rijka. Ga zwemmen. Kijk, doet Elwing ook zo wat. Hier, die heeft weer wat. Oh, wat geweldig. Oeh, wat hoor je. De buik is nou nat in ieder geval. Huh? Dat gaat er ook in. Nou kom. Kom dan. Snoepietijd. Snoepietijd. Moeten jullie snoepie? Kom maar. Nee, Gies. Snoepietijd is er nog niet. Gelukkig. Heerlijk. Het is genieten. En weer daaronder. Enkel dat ik zie Rijka niet. Want die zitten, ze zitten eronder. Somewhere. Ja, hier is misschien. Hup. Snoepie, wil je snoepie? Wil je snoepie? Waar ben je dan? Ze zitten dan. Goed zo. Jij ook. Moet je ook een snoepie? Alsjeblieft, schat. Ja, hé. Ga nog een keer het water in. Ga mee. Ja, je bent nou tenminste nat, hè. Zonder dat we erin gegooid hebben. Hé? Kom maar. Ik zie weer wat. Die gaat daar onderdoor. Rijka! Hier blijven, schat.
Ja, dan gaan we zo meteen weer lopen, dan kunnen ze droog lopen. Hebben ze daar weer wat? Maar oké, vrienden, die valt op de kont. Ik zou zeggen, geniet verder. Lieve vrienden, ik ga zo meteen lekker afsluiten. En met die grote kanjer en de kleine kanjer ligt denk ik ergens in de mand. Nog even zo'n blokje om en dan gaan we lekker naar bedje toe. De televisie is al uit. De computer moet nog uit, maar dat doe ik zo. En ik heb nog een klein beetje drinken staan. En dat ga ik ook op drinken. Dan gaan we lekker een beetje toe, want het is al 2:03, zegt de computer. Dus de hoogste tijd. Tot mijn spijt. Maar morgen weer een nieuwe dag. En met het zonnetje aan de hemel. Ja, dan lach ik alleen maar. Ja, dat vind ik fijn. En ik probeer morgen eventjes de huisarts te bellen, want ik moet nodig naar hem toe. Even een afspraak maken voordat ik kan komen. Dat, ja, we zullen dat dan wel even zien hoe en wat. En gezond uit bed komen, zou ik zo zeggen. En tot aan de andere kant van de nacht.